Breda Nu. Je weet het meteen. In het Future Dome, voorheen de koepelgevangenis, werd de Klimaattop Zuid-Nederland gehouden. 800 bestuurders en ondernemers uit heel Zuid-Nederland kwamen bijeen om de handen ineen te slaan voor het klimaat. Ja, we zijn hier op een prachtige locatie, de koepel, de oude koepelgevangenis. Eerst een gesloten bolwerk en nu een open setting waarin we met 800 mensen praten over klimaatproblemen en wat we eraan kunnen doen. Nou, er zijn ontzettend veel verschillende dingen die er moeten gebeuren. Het probleem van de plastic soep is zo ontzettend complex dat er is niet maar één oplossing. Dus vanuit verschillende kanten moet er eigenlijk gekeken worden, gewerkt worden aan het probleem. En dat begint natuurlijk al met minder plastic gebruiken. Of als je het al gebruikt, dat het beter hergebruikt kan gaan worden, et cetera. Dat het opgeruimd wordt. Nou, er zijn ontzettend veel facetten aan hetzelfde probleem. Maar ons credo is start doing. Dus je moet gewoon ergens mee aan de slag gaan. En dan volgt er uiteindelijk veel meer. Maar eigenlijk is het doel van vandaag, laten we nu eens versnellen. Gewoon veel harder acties nemen tegen de klimaatverandering. Denk dat iedereen het ook heeft gemerkt afgelopen week. Wat voor bijzonder weer het is geweest. Hartstikke warm in deze tijd van het jaar. Maar wel een hele grillige bui tussendoor. Ja, als we niks doen wordt dat steeds erger. Het is niet goed voor natuur, voor milieu, maar zeker ook niet voor de mensen. Ja, 7 jaar geleden, toen nog in mijn eentje met een uitdaging die luidde dat ik een boot wilde bouwen van plastic afval, maar ik had nog nooit een boot bestuurd, laat staan gebouwd. Dus help mij. En dat was mijn publieke hulpvraag als het ware, om die uitdaging mogelijk te maken. En ik geloof er toen in dat vanuit daar een netwerk zou ontstaan van burgers, bedrijven en overheidsinstanties die dus gezamenlijk het probleem wilden aanpakken. Nou, en dat is ook ontstaan. Wat gaat er de komende tijd gebeuren? Ja, heel goed als je straks, zeg maar, als jullie heel lang blijven hangen, dan kan ik aan het einde van de dag kunnen we het slotakkoord presenteren. Daarin staat precies wat gaan we doen. En tegelijkertijd is het slotakkoord ook weer een startakkoord voor het versnellen. Want praten is leuk, ideeën uitwisselen is noodzakelijk, maar actie is echt nu keihard nodig. Ja, goed, ik kom uit Amsterdam en Plastic Whale zit in Amsterdam. We hebben inmiddels 9 sloepen van Amsterdams grachtenplastic waarmee we met duizenden mensen per jaar plastic uit de grachten vissen. En op persoonlijk vlak doe ik natuurlijk ook gewoon mijn best om zo weinig mogelijk afval te gebruiken. En af en toe als ik op straat loop en ik kom wat tegen, dan pak ik het op en gooi ik het weg. Dus op die manier doe ik er persoonlijk ook nog iets aan, maar met mijn bedrijf. Ja, dat doen we dus hele grote dingen doordat we met duizenden mensen per jaar de grachten opgaan. Zijn jullie zelf bewust en echt mee bezig? Absoluut, dat denk je zelf. Breda Nu. Je weet het meteen.